Nee! Oh! Dat kan blijven pakken. Je kan hem blijven pakken. En wat is dat daar onderin? Een hele mooie pan. Wat is het voor pan? Oliebollenpan. Ja, we hebben nog iets voor de oliebol dan, maar dat zal vast ergens aan zitten. En anders is mijn moeder te vergeten. Vind jij nou ook dat deze dingen appelbeignets heten en geen appelflappen, zoals ze in sommige achterlijke delen van het koninkrijk zeggen? Kijken. Laten we dan in de comments. Als je wel verstand hebt van taal, zeg dan appelflappen. Wist je natuurlijk dat jij dit jaar nog een boeken moet lezen voor je lijst? Dus dan dacht ik dat als we nou een klein boekje kopen, dan is het niet zo erg voor jou. Met deze kleine letters. Dankjewel, dat is geen boek. Dankjewel, hier ben ik echt heel blij mee. Deze werkt heel lekker. Ja, deze werkt heel lekker. Ik ben heel blij mee. Was nu mijn boek geweest, hè? Nee, ik ben er echt heel blij mee. Maar hij ruikt heel lekker. Ik ben heel blij mee. Ik ben heel blij met het cadeau. Nou, man. Je ziet dat eigenlijk uit een grond brengen. Kan je in de toekomst kijken dan? Oeh. Net op het kan. Kan je een trucje dit op? Godverdomme. Ik ben zo blij dat de camera aan stond. Ik ben zo blij dat we inderdaad in de toekomst gaan kijken. Lief Joris, al anderhalf jaar een gezin, dankzij jou al anderhalf jaar aangefikte klok van Bram en Tijn. Ja? Wat gaan we daaraan doen? Huh? Alleen een popcornbak. Een popcornbak. Huh? Wat is dat? Dat is een popcornmaker of zo? Ja. Oh, tering, dat is gaaf. Ja? We hebben wel even van die leuke dingetjes. Het enige wat we echt nog missen is een ijsblokjesmachine. Dat hebben we echt nog nodig. En we hebben ook nog zo'n suikerspinmachine. Ja. Maar wanneer komt die binnen? Donderdag, waarschijnlijk. Dat is wel een beetje later inderdaad. Ja. Ik vind het wel heel leuk. Niet hard. Ik moet morgen nieuws lezen voor de top 2000. Maar mijn stem doet het niet zo heel erg goed. Ik heb wel Carmen Verheul als backup, maar dit is allemaal heel erg onhandig. Dus dat is nog even spannend. Maar misschien hebben jullie gouden tips over hoe ik mijn stem weer terug kan krijgen. Laat die maar even achter in de comments. Zo, dus jij dacht stiekem te kunnen filmen. Maar je gaat natuurlijk inzoomen. Nope, doe ik niet aan. Dat vind ik zielig. En dan oeh en hmm. Zie je? Hoe kan dit nou werken? Weet ik veel. Zal ik dan een kopje gemberthee voor je maken? Ja, het ziet er een beetje uit als vlees of zo binnen. Dit is de culinaire inbreng van Joris. Wat betekent dat? Dat jij een idee had voor een toetje. Ik wil graag een McFlurry welke smaak? Met karamel. Oh, en in welke topping? Tiramisu is heel lekker. Ja, nou wil ik Toblerone. En dat was het. Dat was het? Ja, precies. Ja. Nou, oké. Okay. Lekker eten. Oké. Moet je 2,35 euro doen, hè? Ja, snap ik. Waarom je cadeautjes? Zijn je allemaal over mee? Ja. Hé? Nou, oh, wat leuk. Nee, die hadden we nog niet. Oh, wat leuk. Wat is dat? Raadsels. Oh, wat leuk. Nog daar. Come on, take no denial, for we must have a trial, for really this morning I've nothing to do. So the mouse of the curse of the trial is served, with no jury or judge, would be wasting our breath. I'll be judge of the jury, said cunning old fury, I'll try the whole case and condemn you to death. Nerd alert! Bam! Wat weet je dat? Ik ben het wel goed voor je, hè? Heel knap, maar je hebt echt geen leven. Wat is dit? Het is een tegeltje waar je zelf eens op kan zetten. Ik ben wel benieuwd naar mijn cadeautje. Welk cadeautje van deze voor jou? Ik had dat linker cadeautje van mezelf gekocht. Oh, wat lief van jou. Hier, alsjeblieft, schatje. Moet ik er nog uit? Ik weet toch al wat erin zit. Ja, die vette van boven. Dat is die vrouw van Jesse, toch? Die vrouw van Jesse? Ja, bij Jesse. Dat klopt niet al. Aardappelsoep. Dat zijn smaakjes. En zij is ook met de irritantie dan wel. Ja, hè? Bam!